Ja, een vetertje heb ik in ieder geval hier. En een ringetje. Je mag een keer controleren of het gewoon een solide ring is. Niks mis mee. En een veter. Mag ik helemaal checken? Ja. Alle stukjes. Trek hem maar aan. Ik heb me nooit dempt gehoord gelaten. Nee, precies. Nee, het is naar mijn idee in niks orde. Te zien. Top. Goed. Dan pak je die ring. Dan doe je hem hier in het midden van die veter. En als je dan hier... Ja, dan komt die ring zo terug meteen aan die veter te hangen. Nou, het leuke is, op diezelfde manier kun je hem er zo weer terug af laten smelten. Ja, er is verder niks aan te zien. Dat is wel bijzonder. Precies. Ja. Nou ja, het leuke is, als je die ring zo hier in je hand doet, en je houdt hem er zo overheen, kijk, dan kun je hem hier weer laten verdwijnen. En zit die ring weer terug hierachter aan het koordje. Nou, zo kunnen we het weer af laten gaan. Nou, je kunt alles helemaal laten onderzoeken. Mooi hoor. Het is en maar 7,5 euro. En heel effectief. Ik vind het een hele gave truc. En dan ben ik benieuwd, want wat nou als je die ring dan helemaal aan een veter zou rijgen? Ja. Kan je dan ook nog iets? Kun je dat... Ik bedoel, nu. U wilt zeggen, als ik nou trek, of ik hem eraf krijg? Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou. Oké, het is duidelijk. Ring on of lace. Nou, en wat kost dit ding dan? Ja, 7,5 euro. 7,5 euro. Je ik hebt net gezien de truc. 7,5 euro. Ja. Voor mij mag je 25 euro kosten. Ja, voor mij ook. Overigens krijg je dit, weet ik wel, met een papieren instructie. Maar het plan is er, en dat wil zeggen dat het heel kort termijn, daar wil ik even een video uitleg voor maken. Dus dat je het ja, zelf zoals we het de meeste dingen ook doen de laatste tijd. Ja. Dus als je deze zou kopen al, en er is nog geen video instructie, geen paniek. Dan stuur je ons even een mailtje en zeg je, goh, als de video instructie er is, dan laat het even weten. Dan sturen we jou... Buiten dat... Hoef je niet te verschieten van de moeilijkheidsgraad of zo, want het is een eenvoudige truc die je, als je hem 's middags binnenkrijgt, kun je hem 's avonds doen. En voor 7,5 euro, ja, kun je hem eigenlijk niet laten liggen. 7,5 euro is sowieso natuurlijk peanuts, wat voor een goede goocheltruc, laat ik het zo zeggen. Dat is zo. Ring on, off.